Het COVID-19 management team bevestigde gisteren dat een persoon in Munder is opgehaald vanwege het vermoeden dat hij met het COVID-19 zou zijn besmet. Op social media ging een bericht over dit geval viraal, waarbij ook gezegd is dat de persoon in kwestie met een aantal personen in contact is geweest. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, zegt dat de persoon is afgekraakt op social media, wat volgens hem heeft gezorgd voor wat weerspannigheid toen hij werd opgehaald. Volgens Slijngaard is na de test gebleken dat de man een temperatuur van 40 graden Celsius heeft gemeten. We hebben die persoon dus toen meegenomen. Alle mensen met wie hij in het huis samen zat en de thuissituatie was zodanig dat we de mensen gaarne zouden willen meenemen naar een quarantaineplaats. Maar toen we de situatie daar zagen, bleek dus dat er mensen waren in een rolstoel, andere mensen waren moeilijk ter been, er waren hele kleine kinderen erbij, etc. Is er toen gekozen voor het doen testen van de persoon. En tijdens de testperiode zijn de overige mensen in thuisquarantaine gebleven. Dus de mensen zijn dus niet vertrokken van het huis. Later op de avond, zo tegen 22:00 is de uitslag van de test gekomen en de uitslag van die meneer bleek negatief te zijn, waardoor het dus niet meer nodig was om de mensen in het huis zelf in thuisquarantaine verder te houden. Dus dat is de situatie. Dat wil ik even aanvullen. Slijngaard gaf verder aan dat de persoon in kwestie illegaal in Suriname is aangekomen. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar hoe mensen illegaal het land worden binnengebracht. Eigenlijk is het, om zo te zeggen, een nieuwe lijn die is geopend naar Suriname toe. En we zijn dus bezig dat minutieus te volgen. Vandaar dat we dus de mensen op dit moment wel kunnen afhalen. En we zullen later informatie geven over de mensen die dus nu opgespoord worden. Eerder heb ik gevraagd, ook aan de bevolking, en ik doe nogmaals mijn dank uitgaan naar de bevolking, dat zij dus in elk geval goed inspelen hierop. Als het bekend is dat iemand ergens aankomt, dat wordt doorgegeven. Wij proberen het op een correcte wijze te onderzoeken en dan gaan we dus inderdaad de mensen halen. Dus het wordt geen heksenjacht, et cetera. Het gaat er alleen maar om dat we de mensen die illegaal in Suriname komen, daadwerkelijk ophalen. En dan gaan we dus navenant de maatregelen treffen die getroffen moeten worden conform de COVID-regels en conform de instructies. Die zijn afgestemd onder andere ook met de politie. Dus wat doen we met de mensen? Hoe lang houden we ze daar? En wat gebeurt er daarna met de mensen? En dat wordt dus met de politie verder afgestemd. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 management team. De man die gisteren is opgehaald in Munder is negatief getest op het COVID-19 virus.